Dag lieve stier. Welkom bij de algemene tarot coaching voor sterrenbeelden. Als jij voor het eerst kijkt naar mijn kanaal, dan wil ik je graag eerst verwijzen naar de introductievideo. En die staat onderaan deze video in de beschrijvingsbox. Daar leg ik je uit wat een persoonlijk traject inclusief tarot voor je zou kunnen betekenen. En ook wat je van dit soort algemene readingen kunt verwachten. En ik leg ook uit hoe het zo gekomen is dat ik de tarot ben gaan gebruiken binnen mijn coachingspraktijk. Dit is een algemene reading en kan niet voor elke stier gelden. Maar het geeft wel een idee hoe zeg maar een persoonlijke sessie eruit ziet. Tarot, hè, als je alleen de tarot zou willen. De inzichten. Oké, de kaart die nu valt wordt leidraad voor deze reading. Conditioning. Conditionering. De welp die tussen allerlei schapen staat. En deze kaart betekent dat wij eigenlijk vol komen te zitten met allerlei vaste overtuigingen en conditioneringen. En vaak wat zeg maar in het massabewustzijn normaal is of normaal wordt gevonden. Maar dat soort conditioneringen kunnen je ook heel erg beperken in je leven. Hè? En deze kaart zegt eigenlijk dat de leeuw eigenlijk is voorbestemd om boven dat massabewustzijn uit te stijgen. En dus ook oude conditioneringen die jou niet meer dienen, om die dan ook los te laten. Kijk, zo'n conditionering zou kunnen zijn van, ach, als je voor een dubbeltje geboren bent, zul je nooit een kwartje worden. Zeg maar zoiets, hè? Als dat in je hoofd geprent staat, dan ga je daar ook naar leven. Hè? Van die mentale overtuigingen. De situatie, wat dwars ligt. Waar het bewustzijn zicht op heeft, onbewust is, recente verleden, advieskaart naar je toekomst, jij, invloed van anderen, hoop en vrees en de conclusie. Het massabewustzijn is dus wat de massa ervan vindt, maar de leeuw stijgt er bovenuit naar het goddelijk bewustzijn, het hogere bewustzijn. Oké, nou dan gaan we beginnen, lieve stier.
Maatschappelijke creativiteit. Center verleden. Stress. Perfectionisme. Faalangst. Dat komt eigenlijk door nog minderwaardigheidsgevoelens. Je wil dus eigenlijk heel graag je creativiteit tot uitdrukking brengen. Misschien ben je daar ook al wel op een bepaalde manier mee begonnen. Maar deze staat in de lichtkant voor de goddelijke creativiteit. Dus dat heel makkelijk dan in de flow komt. En dat je ook zeg maar vanuit je hart uitdrukking kan geven aan die creativiteit. Maar als je dus nog met oude conditioneringen in je hoofd zit. Dat je het niet kunt. Of dat je perfectionisme hebt. Dat je nooit tevreden bent. Dan komt die creativiteit niet voldoende tot uitdrukking. En dat heeft dan dus met minderwaardigheidsgevoelens te maken. Faalangst. En dan kun je wellicht wel best wel talenten hebben. En die creativiteit tot uitdrukking brengen. Maar dat zit dan nooit in de flow. Het is altijd dat er een enorme druk bij je is. Van het is niet goed genoeg. Eigenlijk, ja, ik moet... Je bent dan ook nooit tevreden. Dus als je dat bij jezelf herkent, dan zit daar nog perfectionisme. En achter dat perfectionisme zit faalangst. En... Die faalangst kan dus al, zeg maar, als welp. Dit is een welp. Dus dat staat dan symboliek voor ook als kind. Hè? Dat je als kind het gevoel hebt gehad dat je het nooit echt goed genoeg kon doen. Dat het nooit... kijk, stel, hè, kwam met een 8 terug van school. En dat je ouders of opvoeders altijd wel vonden dat het nog beter kon. Nou, dan als je dat continu meekrijgt... Dan krijg je een soort van faalangst en ook perfectionisme. Dan wil je alles perfect doen, terwijl perfect niet bestaat. Hè? Dus, en wat houdt dat dan ook in? Dat je regelmatig in de stress verkeert. Terwijl deze in de lichtkant, ja, dan zit dat zo, dat gaat moeiteloos. Omdat er zit geen druk op, geen lading op. En het is gewoon vanuit je hart, intuïtief, zit die creativiteit in de flow. En de dwarsligger is dus minderwaardigheidsgevoelens. Als jij bij jezelf betrapt, hè, op zeg maar dat je de neiging hebt om je steeds te vergelijken met anderen. Stel jij schildert, noem maar wat. En dat je altijd de neiging hebt om jouw werk maar te vergelijken met anderen. En dan vooral van, oh, maar die kan dat veel beter dan ik. Of, oh nee, dat is veel mooier en dat zal ik nooit kunnen evenaren. Ook zo'n overtuiging. Dat zal ik nooit kunnen evenaren. Nou, als je dat in je hoofd hebt, dan zul je dat ook scheppen. En deze zegt ook, omdat je zo perfectionistisch met je creativiteit omgaat. En het hoeft niet. Je kunt creatief zijn in allerlei dingen. Hè? Ik noem nou schilderen. Maar dit is ook een vorm van, hè, coaching met een bepaalde creativiteit. Hè? En je kunt in wat voor een werk, op wat voor vlak dan ook, kun je dat heel creatief zeg maar, tot uitdrukking brengen. Maar dit is ook een voorbode voor burn-out. En waarom is dat zo? Omdat je nooit tevreden bent. Dus ik heb dit zelf ook gehad. En zelfs al bij een sollicitatiebrief schrijven, vroeger deden we dat ook nog allemaal met de hand, dan moest dat zo perfect zijn, dan deed ik het wel 20 keer over. Voordat ik tevreden was. Kijk, en dat... Dat geeft ook een burn-out. Ja, als ik zeg maar nu een video opneem, ik doe dat helemaal zonder voorbereiding. Ik vertrouw wat er in de flow komt. En soms is er wel eens een foutje of dan zeg ik wel eens iets verkeerds of wat dan ook. Maar dat vroeger zou ik die video's niet
online plaatsen, want het was niet perfect. Hè? Dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe je dan met je creativiteit omgaat. Nou, als je dat bij jezelf herkent, dan is er dus een oude conditionering van vroeger. En dat kan ook te maken hebben met dat je ook deze namelijk bij invloed van anderen. En dat je ook steeds het idee hebt dat je er alleen voor staat. Of hebt gestaan vroeger al. En dat je ook niet positief benaderd werd met wat je deed en wat je tot uiting bracht, tot uitdrukking bracht. En dat je daardoor ook regelmatig in de steek gelaten hebt gevoeld door de schapen. En dat zijn dan de mensen waar je in bent groot gebracht. Hè? Dat ook je ouders en die zijn vaak die mensen in dat massabewustzijn. En als je dan als sensitieve ziel hier bent geïncarneerd, dan ben je hier eigenlijk voor om daarboven uit te stijgen. Maar dat lukt niet als je nog met die minderwaardigheidsgevoelens blijft worstelen. Kijk, het is dit, hè, vooral ook, van de illusie. Illusie van het massabewustzijn. Het goddelijk bewustzijn is... Er zit juist totaal geen druk achter. Het is puur je bent hier om te ervaren, je bent hier om te leren, je bent hier ook om fouten te maken, van die fouten te leren en dan steeds meer te groeien. Nou, massabewustzijn zit vaak in elkaar. Van nou, als je fouten maakt, dan word je niet meer vervolg aangezien. Of dan is er iets mis met je, of je doet het nooit goed genoeg. En minderwaardig, je ziet het ook al nu vaak in discussie. In discussies die er op zeg maar Facebook of wat dan ook plaatsvinden. Hè, van als iemand al een spellingsfout maakt, dan is er gelijk één die dan zegt... Zo, nou, dat is toevallig met DT hoor. Maar ook naar beneden halen dan. Hè. Dus ja, dat zit helemaal verweven in dat massabewustzijn. En dat doet iets met je zelfvertrouwen. Nou... Want, wat zegt deze? De illusie, dat is illusie, hè? Dat je het allemaal maar zo goed moet doen en perfect moet doen. Maar die begint wel te wijken. Hoe meer bewustzijn je hebt, hoe meer die illusie gaat wijken. Dit is ook de fog. Fear, obligation, guilt. We worden vaak opgevoed met angst... verplichtingen en anders moet je je schuldig voelen. Hè, dat je het niet beter hebt gedaan of wat dan ook. Nou, zo zit dat goddelijk bewustzijn helemaal niet in elkaar. En als dat begint te wijken, als je daar meer inzicht en bewustzijn over krijgt, dan komt ook dat Boeddha-kindje tevoorschijn. Nou, met andere woorden, dan komt ook vaak je oude pijn van vroeger tevoorschijn, van dat kind. En dat zijn die minderwaardigheidsgevoelens, je in de steek gelaten voelen. En omdat je dan perfectionistisch bent, heb je ook de neiging om angst te hebben voor nieuwe avonturen. Om het onbekende in te gaan. Kijk, dit kind is zo verwonderd. Hè? Die ziet die kleuren van die regenbogen. En die denkt, wap, die gaat er gewoon heen. Want die wil dat ontdekken en ervaren. Nou, zo zit het goddelijke bewustzijn ook in elkaar. Van ontdek het en ervaar het. En elke ervaring geeft jou weer meer kennis over jezelf. En dat is nou net de bedoeling om ook van je fouten te leren. Maar dat maakt nog niet zo dat fouten maken slecht is. Hè? Of dat er dan iets mis is met je. Of dat je minderwaardig bent. Nou, dus daarin heb jij, lieve stier, een goddelijkere visie. Meer goddelijke visie nodig. Om daar bovenuit te kunnen stijgen. Want op dit moment zit je hier. En dan zit je eigenlijk nog in een denkbeeldige gevangenis. Van minderwaardigheidsgevoelens. Perfectionisme. Is faalangst. En ook al moedigen andere mensen je uit om uit te vliegen. Hè? Het zijn er een aantal, hè? Die 10% die boven dat massabewustzijn durven uit. Massabewustzijn is 80%. Nou, maar dat durf je dan nog niet. Omdat dit er nog ligt, die minderwaardigheidsgevoelens. Bang voor nieuwe avonturen.
schuldig voelen als je voor je eigen koers gaat varen. Dus de advieskaart naar bij je toekomst is, ja, dat moet je loslaten. Want druppel staat op het punt om te vallen, maar om in dit water. Maar om je helemaal opgenomen te voelen in het al, de kosmos, het één zijn, hè, daar moet je eerst een onbekende weg afleggen. En ja, dat zegt ook in het boekje ook van, die druppel is aan het sidderen van angst, want ja, wat tref ik hier? Hè? Nou, dat is dat onbekende. Dus durf je ook je intuïtie niet te volgen, want dat past dan niet bij dat massabewustzijn. En dat massabewustzijn trek je dan ook vaak terug. Deze zegt van, het is zaak dat je het wat rustiger aan gaat doen en dat kopje naar binnen te keren. En deze zegt ook, je hoeft het niet in die buitenwereld te zoeken. Je moet het in die binnenwereld zoeken. Met perfectionisme zoek je het vaak nog in de buitenwereld, omdat je dan waardering van de buitenwereld wil krijgen, dat je complimenten krijgt of wat dan ook, schouderklopjes of om je goed te voelen over jezelf. Nou, en dat goed voelen hoort daar eigenlijk al er gewoon te zijn. Hè? En dat je er niet afhankelijk van bent of anderen jou dat geven. Letting relationships flow komt er ook uit. Dit fenomeen kan natuurlijk ook terugkomen in je relaties. Hè? Dat je ook van je relaties ook perfectie verwacht. En dat je dan daardoor ook wat controlling wordt. Dat je controle uit wil oefenen. Stop trying to control my relationships. En dat je kunt participeren op een redelijk level. En dat de andere persoon dat ook kan. En dat je ook los kunt laten. Dat in de wetenschap dat de relatie ook zijn eigen weg wel vindt. Of niet. En dat jij ook niet al het werk hoeft te doen, maar dat de ander ook zijn eigen deel moet doen qua bewustzijnsverruiming en heling van oude wonden. Schaamte en rejecting shame, laat schaamte los. Dat kan voor ieder dat ook sowieso weer verschillend zijn, hè? Schaamte komt ook vaak voort uit van ik ben niet goed genoeg of ik heb een fout. Soms is dat je fout maakt dat je kapot schaamt. He, dan, ik herken dat echt van mezelf nog vroeger. En dat je dat dan ook probeert te verdoezelen. Nou, dat is ook heel erg belangrijk dat komt allemaal voort uit die oudere, die vroegere wond. Deze zegt je ook van, ga gezond om met fenomeen excuus maken. Probeer dat helder te krijgen wanneer het gezond is om excuus te geven, maar ook om excuus te krijgen. Sommigen kunnen te pas en te onpas maar sorry zeggen. Ook als er helemaal geen sorry hoeft te worden gezegd. Hè? Dat het, dus, en vaak doen we dat dan ook om er van die bepaalde schaamte af te komen. Dus, en heel veel mensen gaan ook, zeg maar, door die minderwaardigheidsgevoelens sorry zeggen om dan maar weer de goede vrede te krijgen. Nou, dat is niet gezond met emoties of met excuses aanbieden omgaan. Dus probeer dat helder te krijgen en gezond te krijgen. En jij hoeft alleen maar verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen acties. En de ander moet dat voor zijn of haar eigen acties doen. Kijk, je kunt het natuurlijk nooit afdwingen dat je van een ander excuus krijgt. Hè, dat, kun je niet afdwingen. Maar het kan best zo zijn dat je dan de relatie een andere weg gaat vinden. Als namelijk een andere partij nooit zijn excuus kan maken, dan is er ook iets niet gezond.
En de andere partij die altijd maar excuus maakt, is het ook niet gezond. Dus kijk bij jezelf bij wie je hoort. Ga ook je eigen beslissingen vertrouwen. En je eigen waarnemingen vertrouwen. En laat je niet te veel door andere mensen overroelen. Betreft hele sterke opinies. Dat doen vaak dat massabewustzijn ook. Dat ze in de meerderheid zijn, laat je ook vaak overroelen door hoe zij de dingen zien. Terwijl het heel goed kan zijn dat jouw waarneming veel bewuster is. Maar doordat er zoveel hetzelfde denken, kom je zelf een beetje in die mist van twijfel. Nou, de enige manier om dit op te lossen is dus je minderwaardigheidsgevoelens aanpakken en je perfectionisme los te laten. En ook dat je dus minder voelt, minder waard voelt dan een ander. Ja, dat kan alleen door middel van innerlijk kindwerk. En daar kan ik jou bij helpen, lieve stier. En dan komt ook speelsheid weer terug in je leven. Het kind, weet je wel. Als de pijn verdwijnt, dan komt ook de speelsheid weer. En dus ook de speelsheid met betrekking tot creativiteit, tot uitdrukking brengen. En het zal je ook helpen om beter lief te hebben. Om de ander, om zelf helemaal stevig te staan. En dan je te vermengen met iemand anders die ook stevig staat. En van zichzelf houdt. Oké, dat was het. Lieve stier, als jij voelt dat ik jou daarbij kan helpen met je, ook vooral dat je af en toe minder waardig voelt en je creativiteit ook geblokt wordt en dat je continu in de stress bent, maak dan een afspraak. Onderaan deze video staat de link naar mijn website en dan zie ik je heel erg graag. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot volgende maand. Bye bye.